meneer Ronaldo Ronald Venetiaan. Wat vindt u van die opopo rond het al of niet kandideren van onze ambassadeur Albert Randien? En voor een hoge post bij de OAS, de Organisatie van Amerikaanse Staten. Nou, laat mij als persoon die zeer nauw betrokken geweest is bij de heer Ramdien zijn intrede als assistent-secretaris-generaal. Laat mij daar wat van zeggen, want het is van het grootste belang dat we in ons land leren dat sommige dingen die gaan wel met het slaan van de apintidrong, het roeren van de trom, die waren veel opopo. Maar sommige zaken, daar zorg je ervoor dat je echt de stille diplomatie toepast. En in zo'n geval waarbij je eventueel iemand wil voordragen of niet wil voordragen voor een bepaalde post, is er sprake van stille diplomatie. We hebben met betrekking tot de heer Ramdin, hoewel hij geen Nieuwfronter was, hebben wij twee keer echt zwaar gelobbyd om ervoor te zorgen dat hij de eerste keer gekozen zou worden en de tweede keer herkozen zou worden. De eerste keer hadden we minister Marie Levens en die is echt in verschillende landen en vele landen van Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en het Noord-Amerikaanse continent geweest, Argentinië tot Canada. En de tweede keer heeft minister Kraag-Keteldijk dat moeten doen. Misschien minder landen bezoeken, maar toch ook echt ervoor zorgen dat je de key persons benadert om die ondersteuning te krijgen. En wat betreft de CARICOM, daar moet men zich geen illusies maken over de mate waarin men gereed staat om een kandidaat van Suriname bij te springen. Ja, er is echt zwaar lobbywerk voor nodig geweest om de heer Ramdien in de tijd binnen te krijgen. En of men heeft dat werk deze keer onderschat, heeft zich niet eens gerealiseerd dat het nodig zou zijn om goed lobbywerk te plegen. Nietwaar? Of men was a priori niet voor een kandidatuur van meneer Ramdien. Maar ook dan zorg je ervoor dat je dat met de stille trom aanpakt. Ja, omdat we zien wat voor herrie we nu krijgen, niet waar, we zien wat voor schade er berokkend wordt aan Suriname, aan CARICOM, maar vooral ook aan de persoon van meneer Ramdien, die nu nog 2 jaar moet voortwerken in diezelfde organisatie van Amerikaanse Staten, waarvan men nu dan heeft moeten horen dat zijn eigen land hem niet ondersteunt. Ik denk dat een hele demotivatie, ook voor u die stille diplomatie in werking heeft gezet in de tijd? Nou, het is niet zozeer een kwestie van die motivatie aan mijn kant, want ik sta niet aan de kant waar we handelingen moeten plegen, waar we actie moeten ondernemen en waar we moeten lobbyen. Ik sta wel in die politieke arena, maar aan de oppositionele zijde waar we de zaken begeleiden, de zaken becommentariëren. U heeft mij tot nu toe dus niet gehoord over deze aangelegenheid. Niet waar, omdat ik van mijn kant niet nog meer problemen en voor Suriname, niet waar, en voor de heer Ramdien wilde creëren. Maar het is van het grootste belang dat ons volk goed weet dat goede bewindslieden, en dat geldt vanaf president tot minister, ja, en ook de ambtenaren daaronder, dat zij ervoor moeten zorgen dat ze de diplomatie op een goede manier bedrijven. Die stille diplomatie in uw tijd is dan zeker reizen van land tot land, oost, west, noord, zuid. Hoe is het zo al gegaan? Nou, dus inderdaad is het zo dat bepaalde, met name de minister van Buitenlandse Zaken, echt op pad heeft moeten gaan. Maar het is ook zo dat de president, dus, als regeringsleider, zijn collega regeringsleiders, die waren binnen de CARICOM met name, nadat je eigenlijk ervoor gezorgd hebt dat de bepaalde ondersteuning in Zuid-Amerika, Latijns-Amerika, dat die ondersteuning gezocht is opgebouwd. Niet waar, ook doordat je geeft en neemt, want er zijn dan ook kandidaten uit die landen
die voor bepaalde posten willen gaan. En dan zeggen, oké, als jij ons hier ondersteunt, wij ondersteunen je daar. Niet waar? Dan zo helpen we elkaar. En dan krijg je het werk binnen de CARICOM. Want nogmaals, men kan ons een heleboel verhalen vertellen. Maar de gesloten Engelse groep binnen CARICOM is de gesloten Engelse groep binnen CARICOM. En Suriname moet altijd bettelen om zijn resultaten te halen.